Lucien, executeurschap. Wat is dat? Een executeur. Een executeurschap is dat wat hij doet. Een executeur is degene die je in je testament aanwijst om je erfenis af te wikkelen. Die neemt dus van de erfgenamen een heleboel zorgen uit handen. Want die zorgt ervoor dat de hele erfenis eigenlijk op een bepaald moment klaar is om te verdelen. Want er moet best wel veel gebeuren, geregeld worden als ja. iemand overlijdt. Uh, denk maar aan abonnementen opzetten, rekeningen betalen. Dat doet een executeur ja, ook. Jazeker. Okay. Uh, belasting uh, aan, aan doen. En misschien uh, ook dat wat er in het testament als opdracht aan de executeur is gegeven om te doen. Uh, we hadden, um, je kunt bijvoorbeeld denken aan legaten, legaten moeten worden afgegeven. Um, stel voor: er is een meubelstuk. Uh, aan iemand vermaakt met een legaat, dan uh, doet de ex, de regelt de executeur dat. Um, dus een hele taak heeft die executeur om die erfenis helemaal gereed te maken voor verdeling, zodat de erfgenamen uh, nog kunnen beslissen wat ze krijgen. En uh, neemt heel veel zorg eigenlijk uit handen van, uh, van iedereen en zorgt er ook eigenlijk voor uh, dat niet iedereen overal over mee hoeft te beslissen. Het is makkelijker als je één persoon wat laat doen, dan bijvoorbeeld tien erfgenamen overal. Over mee moeten beslissen, maar ook dingen bij de bank met, met zijn tienen moeten regelen, is natuurlijk ook niet praktisch. Je hoort ook wel eens dat een goed doel wordt aangewezen als mm -hmm. executeur. Uh, waar moet je dan op letten? Ja, het is, dat gebeurt er inderdaad vaker dat de wens is om een goed doel tot executeur te benoemen. Dan is het even de vraag of dat goede doel ook uitgerust is om dat executeurschap op zich te nemen. Dus dan kun je dat van tevoren vragen. En als je dat liever niet doet, weet dan altijd dat als je een goed doel tot executeur aanwijst, die altijd nog hulp van de notaris kan vragen bij het afwikkelen van je testament.